deze man komt even tussen ons instaan. ik wil je graag eerst even meenemen met het volgende verhaal. Stel je voor je besluit om naar Amerika te verhuizen om daar een bedrijf te beginnen. De eerste paar jaar dan gaat het hartstikke goed, maar op een gegeven moment dan breekt de crisis uit en je moet weer terug naar Nederland, want je bedrijf is failliet. En doordat je een aantal jaar weg bent geweest uit Nederland, heb je geen recht meer op een sociaal vangnet. Je kunt nog een aantal maanden bij je vrienden en familie op de bank slapen, maar dat houdt op een gegeven moment ook op en dan ben je dakloos. Helaas komen dit soort situaties nog vaak genoeg voor. En voor dat soort mensen is de shell suit eigenlijk een uitkomst. Mijn naam is Joep Meek en dit is mijn collega Jurrie Barkel. En wij zijn beide actief als vrijwilliger bij Stichting Shell Suit. Dit is de Shell Suit. Het is een jas met een aanrisbare slaapzak. De jas is volledig gemaakt van restmateriaal. We krijgen eigenlijk alles gedoneerd vanuit verschillende bedrijven. Zoals de buitenstof van Tenkate stof. En we hebben de binnenkant is volledig gemaakt van Nomad slaapzakken. We zijn nu ongeveer 2,5 jaar bezig en we zijn druk bezig geweest met het ontwikkelen van een businessmodel. En daarbij hebben we gemerkt dat het product eigenlijk heel erg veel potentie heeft in de toekomst. Maar dat het op korte termijn nog te weinig inkomsten gaat genereren. Vandaar dat wij zijn begonnen met de Shell Suit Factory. En binnen de Shell Suit Factory produceren we eigenlijk confectie voor derden. Dus wij doen projecten of eigenlijk opdrachten voor externe partijen. Dit is een voorbeeld. Dit is van vilt gemaakt tasje. En zo proberen we eigenlijk meerdere projecten op te zetten binnen onze stichting. En wij pakken op dit moment eigenlijk drie maatschappelijke problemen aan. Dat is de integratie van statushouders. We zijn een atelier waar op dit moment 25 statushouders werkzaam zijn. Dus het is de bedoeling dat die mensen bij ons aan het werk gaan of uiteindelijk doorstromen naar een betaalde baan. Verder werken wij alleen met restmaterialen. Hier staat voor je 1,5 kilo aan afval. Wij produceren daar de sheltsuits van. En verder pakken wij de dakloosheid van mensen aan. Wij bieden ze onderdak. Dus op die manier pakken we eigenlijk drie maatschappelijke problemen aan. Nu wil ik het woord geven aan mijn collega. Dankjewel, Jan. We hebben een atelier in Enschede met 25 statushouders, zoals Joep net al noemde. Met het atelier creëren we eigenlijk een impact, dus met het hele project eigenlijk. En die impact die hebben we gemeten naar een aantal onderdelen, dus onder andere het aantal sheltersuits dat we uitleveren. Want één sheltersuit betekent dat één iemand warm gehouden wordt gehouden op straat of in de kamp. Daarnaast kunnen wij, doordat we statushouders bij ons in dienst hebben, kunnen we eigenlijk een soort van inventarisatie maken over de competenties die mensen in huis hebben. Dat wil zeggen dat wij dus weten wie we in huis hebben en dus ook kunnen nagaan denken over als iemand nu zodanig ver gevorderd is dat hij in staat is om een baan te gaan uitvoeren, dan kunnen we ook kijken of we iemand bij een partner kunnen gaan plaatsen. En daarnaast bieden we uiteraard ook de impact in de vorm van de restmaterialen die we echt een nieuw leven geven of een verlengd leven geven. De drie maatschappelijke problemen die we oplossen. We hebben voor dit project geld nodig. En de confectieopdrachten die we op dit moment uitvoeren zijn nog onvoldoende om het project te financieren. En dat betekent dat wij een vraag doen aan sociaal investeerders, gemeenten, overheidsinstellingen. En uiteraard ook aan ieder u persoonlijk, u mag ook doneren. Maar we hebben een vraag van 250.000 euro en die wordt verdeeld over 5 jaar. Wat betekent dat we in de eerste 1,5 jaar willen een investering van 180.000 euro. Die gaan we aanwenden om machines aan te schaffen. Dus we willen ons machinepark uitbreiden. Dat geld gaan we ook gebruiken voor investering in onderhoud. En we gaan ook dat geld gebruiken voor investering in ruimte. We hebben een opslag op dit moment die we geleend hebben. En die betekent dat die vanaf volgend jaar moet gaan betalen. Dus daar hebben we geld voor nodig. En daarnaast willen we geld investeren in 3 mensen die we vast in dienst willen gaan nemen. En deze 3 mensen moeten eigenlijk de vaste kern gaan vormen binnen ons team. Waardoor we een vaste kern krijgen die andere mensen kan gaan opleiden. En dat gaat dan om de mensen die op dit moment de meeste ervaring hebben in confectiewerkzaamheden. We verwachten dat we over 5 jaar op eigen benen kunnen gaan staan. Dus met deze kickstart hopen wij dat we over 5 jaar in ieder geval onze eigen broek kunnen gaan ophouden. En voldoende confectieopdrachten kunnen gaan wegzetten om zelfredzaam te worden.
Overigens wat ons project gewaardeerd in de markt. We zijn onlangs genomineerd voor de Dutch Design Awards. Die in oktober wordt daarvan de prijs bekendgemaakt. Niet de minste prijs. Er is mij nog te zeggen dat mocht u meer informatie willen, dan staan wij straks achter in de hoek om alle antwoorden of alle vragen te beantwoorden. Applaus.